Oké, we zijn in Sevilla, Spanje. Het is hier bloedheet. Maar waarom zijn we hier? Voor Renault Rafale. Ik ga 5 dingen zeggen die je zeker moet weten over deze SUV. Kom mee. Het eerste, de naam Rafale. Waar komt dat vandaan? Wel, in 1933 was Louis Renault betrokken bij Caudron, vliegtuigen. En wat zit er in deze Rafale? Een Renault-motor, vandaar de naam. 1 plus 1 is 2. Oké, wat moet je nog weten? De Rafale, wat is dat nu eigenlijk? Wie goed kijkt, die ziet een espace. Dus dat is eigenlijk een sexy espace. Met gewoon plaatsen achterin, dus geen extra bank. Een duikende daklijn en wat sexier. Renault durft het zelfs hebben over premium. Oké, nummer 3. Wat zit er onder de motorkap? Een 1,2 driecilinder. Hybride uiteraard, zelfladende type. 200 pk sterk. Niet echt premium, maar wel heel zuinig. Maar binnenkort komt er nog een 300 pk sterke versie. En dat is een plug-in hybrid. Dat trekt er al iets meer op als je premium wilt zijn. Punt 4. Het interieur. Hetzelfde niet zo ronde stuur, dezelfde digitale omgeving. Google-integratie volledig. Wel leuk, niet helemaal nieuw, zagen het ook op de Renault Scenic, is het Solar Bay dak. Dus dat verduistert zich automatisch. Of dat wordt licht. Voilà. Wel leuk, hè? Dus wat is Renault juist van plan met Rafale? Het is nummer 5. De prijs. Want ze noemen het wel high-end, premium, maar eigenlijk valt de prijs wel goed mee. 44.000 euro en je hebt een mooi totaalpakket. Of dat dan nu beter is dan een Espace, dat moet je zelf uitmaken. Maar het is wel scherp. In ieder geval, ze hebben geleerd van de Velsatis, dat debacle wil ze geen tweede keer meemaken.